gasten, welkom bij deze nieuwe video op Banjo Town. Vandaag gaan wij weer Oldschool Zaterdag doen. Yes, we hebben weer een paar video's voor jullie die oldschool zijn en niet op YouTube te vinden zijn. Vandaag gaan wij namelijk kijken naar een kermis item wat heel lang geleden is opgenomen met Stefano en mij op de kermis voor Banjo TV. Een tv-programma wat we hadden in 2009. Echt super, super, super oud. Het is een van de allereerste interviews die ik deed. Ik was heel erg onzeker en ik zat heel erg in een soort vage emo skater periode dat je denkt: Bardo, waarom heb je dat gedaan? Kijk maar naar de muts die ik op mijn hoofd draag en het zegt genoeg. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, geniet ervan en tot zo na de intro. Dan blijven zijn we op de kermis. Ja, wat leuk. Weer een nieuw op pad. We zijn vandaag op de kermis in Deventer. Zoals je ziet is er een nieuw logo. Er zijn er een aantal regeltjes, zoals geen openbare dronkenschap, geen gevaarlijke voorwerpen en verboden wild te plassen. Hey, je mag hier niet wild plassen. Doe het toch ook rustig. Voordat we gaan beginnen, eerst even een kleine compilatie. Maar ook zo fout gedaan. Ja, wat vindt u van de kermis? De kermis? Nou, voor de nu wat van valt er wel flink tegen. En dan bedoelt u de regen of niet? Sorry? Dan bedoelt u de regen? Bedoel ik de regen, ja. Hoe vind je de kermis? Ja, het gaat wel, maar. Ja, regen. Vind je de kermis drukker dan jouw kraampje? Ja, niet echt, ja, het loopt nu geen volle, maar het was wat druk de afgelopen dagen. Heb je wel ooit echt iets leuks meegemaakt, of? Nee, nooit. Nee. Iemand die van dak af valt of? Nee. Ja, dat vind ik ook niet echt leuk. Nee. Van dak af valt. Dus volgens de man aan de overkant dat u een held in interviews, klopt dat? Nou, ik heb weinig ervaring mee hoor. Dus. En wat vindt u van de attractie? Ja, het is onze attractie hè. Dus wat kan ik wel zeggen? De shake is great. Is het de beste van de kermis? En als je vrij bent, waar ga jij zo meteen in? Ik ga nergens in. Ook geen voorkeur qua attractie? Nee, ik ben niet zo'n attractiemens. Nee, ik was zelf ook niet zo van kermis. Je hebt meer van de patat? Ja. Wat doe je dan? Meer of minder dan minimum? Minimum loon? Ja, meer. Veel meer? Ja. Je verdient de liefde van je vriendin. Ja, dat ja. Nou, veel succes dan, hè. Ook wat leuks meegemaakt hier? De vrouwen, hè. Leuke vrouwen moeten. Wat is de mooiste die je hebt gezien dan? De mooiste die ik gezien heb. Hoe zag ze eruit? Ah, blond en blauwe ogen. Veel kijkplezier. Meer bloed, zweet en